Dit is het verhaal van het klein poesje in de auto en de gestolen pannenkoeken. Klein poesje in de auto was aan het rondrijden met zijn rood sportwagentje. Dat was een heel mooi rood wagentje zonder een dakje, zo met een open dak. En poes was door het bos aan het rijden. En ineens hoort poesje precies zo in de verte. En poesje denkt, wie hoor ik hier nu wenen? Dat is precies, ja, dat is precies de olifant. En klein poesje rijdt naar het huisje van de olifant in het bos, stopt voor het huisje en inderdaad, voor het huisje was de olifant aan het wenen. En klein poesje zegt maar, olifant, wat is het probleem? Waarom moet je nu zo wenen? En de olifant, helemaal vol in tranen, ik verjaar vandaag en ik had allemaal pannenkoeken gekocht om samen met mijn vrienden op te eten voor een feestje te geven en nu zijn dan die pannenkoeken weg. En kleine poesje zei, olifant, dat is toch niet zo erg, kom we gaan, stap mee in mijn autootje en we gaan die pannenkoeken zoeken. We gaan zoeken wie die heeft gestolen of wie die heeft gepakt. Ja, dat is goed, klein poesje, dank u wel. En de olifant stapt in het mooie rode autootje van de klein poesje. Natuurlijk, de olifant was zo zwaar dat die auto niet eens helemaal omver ging. Andere kant leunen, olifant. En ze moesten terug langs de andere kant een beetje leunen, zodat de auto terug recht stond. Gelukkig. Dus, samen in het autootje, rijdt ze door het bos. En ineens horen ze weer een nieuw geluid. Ze horen zo precies in de verte. En de olifant zegt, ik herken die stem, dat is volgens mij de stem van de leeuw. Ja, zegt klein poesje, ja, dat is inderdaad de leeuw. En ze rijden naar het huisje van, in het bos van de leeuw en inderdaad, voor het huisje van de leeuw zat hij daar, de leeuw, met heel veel pannenkoeken. Klein poesje stapt uit en zegt, leeuw, sorry, maar wat ben jij daar aan het doen? Ik ben pannenkoeken aan het eten, want vandaag is het mijn verjaardag. Jouw verjaardag? Ja, en ik heb die pannenkoeken gevonden in het huisje van de olifant. En dat was waarschijnlijk een cadeautje voor mij. Maar nee, leeuw. Die pannenkoeken zijn van de olifant, want die is ook vandaag ook jarig. Die zijn alle twee jarig. Jij en de leeuw. En de olifant, pardon. Zei de leeuw. Nou wist ik niet. En de olifant stond erbij. Dat zijn mijn pannenkoekjes. En klein poesje dacht, wacht jongens. Ik heb een heel goed idee. Als we nu eens één groot feest geven voor de olifant en voor de leeuw samen. Eén groot feest hier in het bos. Is dat geen goed idee? En de leeuw en de olifant dachten even na en ze zeiden... Ja. En wat ze deden was waar geworden. Ze nodigden al hun vrienden uit. En die vrienden kwamen overal. En die brachten allemaal cadeautjes mee. En die brachten taarten mee. En die brachten crème glace, crème ijsjes mee. En taartjes en snoep. En allemaal lekkere dingen en heel mooie cadeaus. En ze hadden zo'n heel grote plek gevonden in het bos. Een open mooie plek. En ze hadden allemaal mooie tafeltjes gemaakt met witte tafelkleedjes. En overal lampjes. En dat was een supergezellig feest. En iedereen kwam en bracht alles mee. En dat was zeker... 50 man, 50 dieren waren daar, iedereen, de zebra, de leeuw, dus de olifanten, vrienden, vogeltjes, iedereen was daar, geweldig. En iedereen was blij, want er was een feestje voor de olifant en er was een feestje voor de leeuw. Dankjewel klein poesje in de auto, bye bye.